U kent de situatie met betrekking tot de gezondheidssector in Suriname. Dat is al bekend, daarover hoeven we niet meer te praten. Maar het ministerie van Volksgezondheid had gemeend om apart met de bond, althans de vakbonden te praten, om tot een gedeeltelijke, niet gedeeltelijk, maar tot een oplossing te komen van de situatie. Nu is er een platform benoemd geworden en een zekere meneer die is voorzitter van zo'n platform. Wel, de overige bonden die zijn er niet eens mee en dat zijn de bonden onder andere van PCS en van AZP. Die zijn het eens met de wijze hoe dit platform in het leven is geroepen. Wij voeren u terug naar het gesprek met de bond, voorzitter van PCS en met die van AZP. Kijkt u met ons mee. We zijn naar de minister geweest, maar hij heeft ons uitgenodigd voor een installatie. Daar aangekomen, installatie vindt plaats sinds 1 augustus. Dus je misleidt me, kon je niet aanvallen. Je hebt iemand gekozen voor de vakbond zonder te praten met de vakbonden. En dat was niet de zaak, we zouden praten over een platform. Maar dat heb je al eerder geïnstalleerd. Dat je komt, heb je dit voor ons achtergelaten. Alles klaargezet, alles met je envelop op beschikking van de persoon. Maar het gaat niet over de persoon, we praten niet over persoonlijke dingen. De handelswijze, daarover praten we. Meneer, we praten niet over persoonlijkheid. We waren een paar maanden geleden bij de minister. Hij heeft gesproken over de zorginstelling, dat over een platform. En dat houdt in dat de ziekenhuizen, we willen op één lijn regelen, toch? Dus dat zou gebeuren. Dus hij zou ons terugroepen over die platform om te praten. Toch? En wat we zouden doen. Het is een paar maanden verstreken, heeft ons niet laten roepen. Eergisteren belde, ik kreeg een telefoontje, zei ik moet om 9 uur het ministerie zijn, installatie. Dus als je gaat, dacht ik, zeg de bonden gaan, er worden mensen gekozen, je stelt iemand uit je groep om deel te nemen in een bestuur. Dat is niet gedaan. Ik ben niet geweest hoor. Ik had een soort gevoel, ik heb mensen afgevaardigd. En daar aangekomen heeft er geen installatie plaatsgevonden. Installatie heeft sinds 1 augustus plaatsgevonden en direct met overhanden van beschikkingen. Zo gaan mijn mensen om. Dat is niet gesproken. Als ik het was, had ik dit achtergelaten daar. Want de minister zou ons weer roepen. En als het over vakbond gaat, dan gaan we praten. Wij vakbonden gaan mensen uitkiezen voor een installatie, voor een bestuur. Maar niet dat men mensen voor ons gaat zetten. We hebben niks tegen voor de persoon. Het gaat niet over de handelwijze. Want er waren afspraken van tevoren met de minister. We hebben in de krant gelezen dat de bonden die daar waren, dat hebben geaccepteerd. Helemaal niet. BPS niet hoor. Niet zo gaat men met mensen om. We bespreken dingen. Het gaat niet over persoonlijkheid. Maar als we daar zijn, bespreken we dingen elkaar. Want als het nou zo gaat, wat gaat er verder aan gebeuren? We vormen een federatie. We zijn met ons drieën geweest bij de minister. En wij hebben zo daarover platform gesproken. Dus wij drieën zijn het er niet mee eens. Dus we gaan een brief voor hem rechter zeggen. We zijn niet tevreden. Maar gisteren hebben deze hem al gezegd dat ze niet tevreden zijn over de handelwijze. Meneer Poel, ik heb al net geluisterd naar mevrouw Brandesen. Jullie zijn niet eens met de handelingen van het ministerie, wat er allemaal is gebeurd. Uit hoeveel vakbonden bestaat dit platform? En hoeveel hebben al gezegd van, hey Luku, dit is niet de werkwijze? Want jullie hebben een 3-eenheid gevormd. Jullie zijn niet eens met de handelswijze. Maar wat zegt de rest? Dus kijk, de rest die daar aanwezig was, heeft geen mening erover gegeven. Toch? Daarover moet ik duidelijk zijn. Bond AZP, de bond van PCS en de bond van MMC, dat is Streekziekenhuis Nikeri, die hebben duidelijk gemaakt aan de minister dat wij niet akkoord gaan, tenminste niet tevreden zijn met de wijze waarop zaken zijn gegaan en dat wij niet in die commissie zullen zitten. Althans, gaan we eerst met onze besturen overleggen voordat wij officieel een besluit nemen. Maar in mijn woorden heb ik hem toen ook al duidelijk gemaakt dat het niet kan dat er een voorzitter wordt gekozen voor de bonden. We zijn autonoom. Wij zijn van mening dat als er een voorzitter of een spokesman gekozen zou moeten worden, dat dan vanuit de vakbonden zelf zou moeten komen. Wij zouden dat zelf moeten bepalen. Dus het kan niet zo zijn dat wij afspraken maken met de minister. Er komt een platform, wat wij wel goed vinden, het is een goed ding, omdat het platform bedoeld is om problematiek binnen de zorg te bespreken. Maar dan kan het niet zo zijn dat
van één kant uit body wordt gegeven aan dat ding. We moeten inspraak hebben, zoals dat hoort bij gelijkwaardige partners. We gaan de minister alleen duidelijk maken dat wij geen zitting nemen hierin. En natuurlijk ook de redenen waarom, welke wij hem eigenlijk al hebben aangegeven tijdens de meeting gisteren. En wat als er geen verandering komt in deze situatie? Want het is toch wel een belangrijk platform dat gecreëerd is voor de gezondheidssector. Wat als het niet verandert? Dus kijk, wij zijn gekozen door onze leden om hun belangen te behartigen. Toch? Dus wat verder zal gebeuren op dat gebied, dat is voor de minister. Wij als bonden, autonome bonden, gaan door met het behartigen van de belangen van onze leden. Dat is het. Ook al op welke manier we het gaan doen, maar we gaan het wel doen. Daarvoor zijn we gekozen. En dat is wat we gaan doen. In federatieverband alvast brainstormen over de verder te nemen stappen. Dat is wat we gaan doen. Ik weet niet wat de andere voorzitters van de overige bonden zeggen. Ik kan niet zeggen dat ook meneer Leeflang, dat moet ik gewoon even zeggen, ook akkoord was met wat ik heb aangegeven, want hij weet ook dat wij autonome organisaties zijn. Dus ter plekke heeft hij eigenlijk ook gezegd dat wij eigenlijk goed bezig zijn. En dat het correct is wat wij hebben aangegeven. En dat hij, ik denk dat hij het ook hetzelfde zou doen als hij in onze schoenen zat. Maar ik kan natuurlijk niet voor hem praten, is wat hij heeft aangegeven. De straat.